Welkom uh, iedereen. Ik zit hier uh, met Sophie. Sophie is een 32-jarige moeder uit de uh, Kempen. Je ziet dat zij uh, hier anoniem zit eigenlijk, uh, Sophie. Misschien kan je eerst even vertellen uh, waarom je dit uh, alleen anoniem. Ja, uh, momenteel ben ik in een situatie beland die mij een beetje opgelegd is. Bij vrije keuze. En dat is niet echt de situatie die ik voor ogen had vroeger voor mezelf uh, of mijn gezinssituatie. Um, maar het is wat het is nu. En zolang dat het niet uh, meer naar mijn zin zal zijn, wat financieel betreft dan toch zeker, uh, hou ik dat liever anoniem. Ja, ik vind het niet echt iets om trots over te nee. zijn. Ben niet iemand die zich comfortabel voelt? Nee, want je bent oorspronkelijk uh, ben jij iemand die een, een managerfunctie uh, bekleedde. Klopt. Ja. Ja, klopt. En dat is nu niet meer het geval. Nee, uh, al tien jaar. Al, niet al meer. tien jaar niet meer? Nee. Uh, hoe komt dat? Ik ben uh, tien jaar geleden uh, alle geluk mama mogen worden. Een, ja. uh, een heel prachtig zoontje, absoluut. Um, spijtig genoeg, wel een gehandicapt kindje, mentaal uh, ja, zwaar beperkt en autisme. Dus ja. toch in uh, type 2, uh, beter bekend als de zwaardere type. Ja. Uh, wat dat ervoor zorgt dat natuurlijk je leven een ja, fatale wending neemt. Hè? Het is niet meer zoals het was. Het is helemaal anders. Het is nu echt ja, enkel een mama-leven, zal ik maar zeggen. Dus, ja. De grotere functie waarin je je wel comfortabel voelt, omdat die je bekend is. Die gaan een beetje opzij moeten staan en dan alles wordt. Ja, want je bent alleenstaande mama. Dat klopt. Ja, dus volledig, dat alleenstaand. volledig alleenstaand. Ja. Dat is niet gemakkelijk. Nee. Vind jij dat je genoeg geholpen wordt, ondersteuning krijgt van de overheid? Nee, nee, nee. Daar is zeker, uh, zeker ruimte voor verbetering. Is, uh, financieel ook. Er zijn... Natuurlijk, we spreken over verhoogd kindergeld. Dat is uh, een soort van automatische uh, tegemoetkoming dat u gegeven wordt. Maar er zijn zoveel andere hulpmiddelen die daar kunnen geboden worden. En zolang je daar zelf niet van op de hoogte bent, zullen ze ook niet genieten. Dus uh, de, de kunst is een beetje op zoek gaan: waar heb je recht op, waarop niet. Maar dan zijn er nog altijd uh, verschillende. Uh, Situaties waarin je belandt, zoals nu. Mijn zoon heeft recht op een tegemoetkoming van 300 euro per maand extra, maar er zijn geen voorzieningen voor. Er is geen geld om dat toe te kennen. Desondanks dat hem wel voldoet aan alle wettelijke eisen, is het geld er gewoon niet. Nee, dus normaal zou je 300 euro extra moeten kunnen krijgen per maand, ja, klopt. maar je krijgt het niet. Nee, dat is een soort ondersteuningsbudget ja. voor gehandicapte kindjes ja. waarvan de. Ja, wel serieus wat zorgen voor zijn. Hè. Dus als je bijvoorbeeld aangesteld wordt als mantelzorger, ja. omdat er geen andere alternatieven zijn, ja. proberen ze daarin tegemoet te komen, maar het geld is er niet. Nee. Dus... Hoe gaat dat dan precies? Jij vraagt dat en wat zegt, wat zegt men nu dan? Mee op de wachtlijst. Ah Ja, dus je staat op een wachtlijst daarvoor. Klopt. Ja, Samen hoe... met nog 15.000 anderen. Ja, en hoe lang sta je nu al op die wachtlijst? Ja, dat is uh, vanaf dat die puntentelling eigenlijk wordt gebeurd. dan kunt op die wachtlijst terechtkomen. Ja. Sommige kinderen is dat al drie, vier jaar leeftijd. Sommige kinderen is dat pas rond hun 18 jaar leeftijd. Bij mijn zoon is dat nu al een paar jaar. Ja. En, en wat is je vooruitzicht uh, om, om ooit dat, die 300 euro te kunnen krijgen? Geen. Het Geen. Geen. is uh, net hetzelfde als de wachtlijsten bij de voorzieningen voor zo'n kindjes. Die, uh, die kindjes dus effectief in huis nemen. Een soort van. Ja, internaat voor gehandicapte kindjes, zullen ah, ja. we maar zeggen. Daar zijn ook de wachtlijsten onbeperkt. Hè? Dus ja. is, ze kunnen mij daar zelf ook niets zeggen. Want ik heb dan gevraagd voor bijvoorbeeld. is een weekendje of in de grote vakantie is een week verlichting voor mezelf. Uh, even op ja. adem komen, terug op 100% ja. kunnen starten. Want altijd op 10% blijven verder leven dat is vermoeiend. Ja. Um, en die zeggen ook van. Ja, die kindjes komen bij ons terecht rond vier, vijf jaar, maar die blijven. Die blijven tot 50 jaar. Die blijven tot, tot het einde. Ja. Omdat er heel veel ouders het gewoon niet aankunnen. En dus ook geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de kinderen. Plaatsen ze die daar. Maar die mogen daar dus ook blijven. Tot ja. onbeperkt. Dus er komt ook geen plaats meer vrij. Waardoor het de wachtlijsten gigantisch oplopen. Ja. Ja. En dus heb je eigenlijk weinig anders in je leven dan zorgen voor, voor je kind. 24 op 7 ja. mantel zo. Ja, ja. Ja, en ja, ik kan me voorstellen dat je daar boos van wordt. Dat je Frustratie is er, ja, Sorry, ja absoluut. We spreken over een, een, een gegeven situatie. Ik heb daar niet voor gekozen. Ik heb uiteraard gekozen om mama te worden. Dat is mijn volste recht. Ik had nooit kunnen voorzien dat er meer aan was. Ik had nooit kunnen zien dat. Mijn toekomstplan was. Ik had eveneens gezin en job willen combineren, zoals heel veel gezinnen dat wel kunnen. Ja. Um, maar ja, het loopt niet altijd zoals ik het voor ogen hebt, uiteraard. Dat is ja. bij mij het geval. Het is niet gegaan zoals ik het voor ogen had. Maar deze leven, ik doe dat nu tien jaar. Ik ben fulltime mama, fulltime mantelzorger ja. van dat kindje. En Sinds je 22 dus. Dat klopt. Ik ben nu 32. Ja, ja. ja, ik ben er ja. heel jong in gegaan, ja. absoluut. Um, ik ben nu 32 jaar, ik kan dat ook allemaal wel wat relativeren. Ik ben niet echt iemand dat zich snel zal laten hangen of een, een situatie als zwart zou afschrijven. Absoluut niet. Maar uh, ik zeg het, ik heb een heel ander toekomstplan gehad. En nog steeds. Hè, ik heb nog steeds hoop voor de toekomst. Ik hoop nog steeds dat er dingen kunnen veranderd worden. Als ik daaraan kan bijdragen, dan zal ik ook de eerste zijn om dat te doen. Um, want ik ben het niet alleen hè. Nee, nee. Er zijn er, uiteraard, ik ben er al mee in contact gekomen met die instanties ook. Hè. Die zeggen ook, het is schrijnend hè. Het is gewoon, het, er zijn zoveel mensen. Er is een wachtlijst waarop je kunt komen. Dan spreken je over een wachtlijst onbeperkt. Je kunt op een prioriteitswachtlijst komen, waar dat dan de psychiater of dokters zeggen van, kijk, dit ja. is prioriteit hè. We ja, ja. moeten voor dat kind opvang hebben, want daarom of want daarom. Maar dan spreek ik wel over een situatie waarin de thuissituatie onhoudbaar is. Ja, natuurlijk. Ja, Jij staat niet op die prioritaire. Ik, sprak, ik sta daar wel ah, Ik sta op. daar wel okay. op. Ik ben alleenstaande mama van een kindje dat zeer hulpbehoevend okay. is, wat dat niemand zomaar hè, nee, aan kan, nee. zal ik zeggen. Dus ik heb ook al mijn momenten gehad dat ik dacht van oké, okay, kijk. Is, kan ik niet meer. Hier ja. moet iets veranderen. Ik moet op adem kunnen komen. Ja. Al is dat maar af en toe. Hè. Gewoon eens heel even terug ja. naar 100% kunnen Maar rijden. ondanks het feit dat je dus op een prioritaire wachtlijst staat, verandert er... Minstens verandert er zes er jaar. Minstens zes minstens jaar. Minstens zes ja. jaar. Hij is nu hoe, tien jaar, dus... Ja. Hoe, hoe kijk je dan naar het feit dat men zegt, er is geen geld? Ik vind dat een tegenstrijdige, want langs de ene kant, hij voldoet aan de eisen. Er zijn eisen voor opgesteld. Uiteraard omdat niet iedereen erin voor aanmerking kan komen. Dat is niet meer als logisch. Maar hij voldoet aan alles met extra. Dus hij, hij ja. komt gemakkelijk in aanmerking voor wat het nodig zou zijn om dat geld te krijgen. Maar het budget is er niet. En dan kijk ik op de media en dan zeg ik, ja, oké, okay, maar er is voldoende budget voor dingen die dat helemaal niet zo belangrijk zijn. Ja. Die daar helemaal niet voorop zouden mogen staan. Ja. In een gezonde gedachtegang. Is dat niet logisch, bijvoorbeeld, dat er wel een asielcentrum voor gehandicapte migranten wordt ge geopend, maar dat onze gehandicapte kinderen of mensen dan nog steeds staan waar ze ervoor stonden, en dat is op een wachtplaats. Ja, ja. Waarom hebben die mensen ineens voorrang? Ja. Waarom? Ik, ik, ik kan mijn hoofd er niet rondkrijgen, omdat ja, mijn zoon heeft hier ook niet om gevraagd. Ik nee. heb hier ook niet om gevraagd. Nee. Niemand... In deze situatie heeft daarom gevraagd, net zoals die vluchtelingen, niet gevraagd hebben om hun situatie, maar waarom gaan die voor? Dat is mijn vraag, waarom gaan die voor? Ik ja. weet niet. Ja, ja. Dat is een uh, eigenvolle klaatst uh, beleid. Hè, zou ik ja, en dat is zeggen. gewoon niet correct. Ik ja. zal ook altijd eerst mijn kind voeden, en als er eten over is, zal ik het aan de buurkindjes geven en ja. die geen hebben. En ja. ik vind dat niet meer als een normale reactie van een normale. Ja, gedachtegang. Ik, ja. ik denk, wij zullen altijd eerst voor onze eigen vrienden, onze eigen familie zorgen. En dan zullen we andere mensen helpen als er over is. Ja, maar ja. waarom eerst de daklozen bijvoorbeeld gaan eten geven en mijn kind dan geen kleren kunnen aangeven? Het, is gewoon, het zou niet logisch zijn. Nee, klopt. En daar heb ik het moeilijk mee. Ja, dat, vind dat ik niet begrijp okay. ik uh, heel erg. Um, Sophie, je bent een. Ja, de kijkers kunnen het niet helemaal goed zien, maar je bent een, een jonge, blonde, aantrekkelijke uh, vrouw. Je bent ook. Uh, <laughs> Vaak uitgeweest, heb je mij verteld. Uh, in je ja jongere. Ja, je bent altijd jong. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat voor jou? Voel jij je veilig op straat, in de steden, in, in cafés, in, in dansings? Uh. Nee, ik heb uh, wat ze omschrijven als het ideaalbeeld, zullen we zeggen, voor de, um, ja, voor de Arabieren vooral. Die, die spreken over blond en blauw. Dat is een beetje het droombeeld van de vrouw. Um, ik heb die trekken toevallig. Ja, je blauwe ogen en blond haar. Ja, ja. klopt. En dat is uh, ja, heel aantrekkelijk voor die mannen. Um, dat mag, maar ik vind niet dat ik daar uh, een slachtoffer van moet zijn. En dat is zowel op social media, mijn Facebook bijvoorbeeld, Instagram heb ik ook. Uh, ja, ik word daar dagelijks gebombardeerd met berichten van vreemdelingen. En dan heb ik zoiets van: nou, okay, van mij moet je gerust zeggen dat je mij een mooi meisje vindt. En dank je daarvoor. Maar uh, ja, je bent een mooi meisje en je geeft mij hun telefoonnummer. Nee, ik geef mijn telefoonnummer niet. Ik heb ook een kind thuis zitten dat ik moet beschermen. Dus ik zou sowieso geen privégegevens geven aan mensen die ik niet ken. Of dat die nu van een allochtone afkomst zijn of, of niet. Ja, dat, ja. dat maakt mij al zelfs niet uit. Het gaat gewoon om de veiligheid. Ik zou dat nooit niet doen. Um, en dan is het onmiddellijk: ja, dan zetten we een oer en een uitschot en dan zet de veiligheid. Hè? Ja, ja. Terwijl de, in mijn leefwereld is het eerder andersom. Als ik mijn nummer aan iedereen geef, dan zou ik al meer in die categorie vallen, ja. volgens ja. mijn gedachtegang. Ja. Maar ja, blijkbaar is dat daar andersom. Net als op straat. Hè. Ik woon nu in een iets of wat meer boerendorp. Niet zo heel veel last van. Nee, maar ik ga, ja, voilà, ja. ik ga voilà in de campen en ik ga ook heel graag eens naar Antwerpen. Waarom niet? Er is nu net iets meer te zien als bij ons. Maar daar ook eveneens. En ik ben zeker niet het type dat in uh, mini-roksjes over de straat loopt, zoals ze zeggen dat je het zelf zou uitdagen of, of uitlokken. Zeker niet. Ik ben een heel gewoon normale mama met mijn kind aan de hand en nog gebeurt dat. Ja. En nog roepen ze mij na Hey, schatje, hey schatje, maak je nummer, maak je nummer. En vanaf dat je weigert of er niet op ingaat, ja, dan zijn de uitschot. Dan is je ja. gewoon een veiligheid. Ja. Houdt dat je ook tegen dan soms om naar Antwerpen te ik komen? Ga niet meer. Ik ga niet meer. Ja. De laatste keer is ook de veiligheid van mijn kind in gedrang gekomen. En ik ga gewoon niet meer. Ik blijf weg. Ja. Of zeker alleen. Ik zal het zo zeggen. Als ik ga is het met meerdere mensen en dan is het percentage van het lastig vallen wat lager dan, dan ah, ja. dat ik alleen ga. Ja. Maar... In groep voel je je dan veiliger, voel je je beter. Spijtig ja. genoeg wel. Ja. 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 Dus, ja. Uh, want je zou denken: een mama met een kind aan de hand is nu niet direct een mikpunt. Zou ja. Allee, dat zou mijn idee zijn, maar uh, ja, dat maakt niet uit. Ja. Met kind, zonder kind. Okay. De jong, blond en blauwe ogen en dat is voldoende. Ja. Oké, okay, Sophie. Hoe zie jij de toekomst voor jezelf de komende jaren, de komende decennia? En voor, voor onze samenleving, de verkiezingen komen eraan op 26 mei. Wat zijn jouw verwachtingen en wat zijn je doelen? eventueel? Oh, mijn verwachtingen liggen hoog. Hè. Ik heb zelf een stem voor het Vlaams Belang, uiteraard. Die stem is gegrond, die is volledig gebaseerd op feiten en, en, en op eigen ervaringen. Het is zeker niet, ik ben zeker geen groepsdier, absoluut niet. Ik ben iemand met een heel sterk uitgesproken mening. Die mening is ook volledig gebaseerd op waar ik in geloof, niet de mensen rondom mij. Dat, ja. dus, ik mag in een familie van NVA zitten en zal nog voor Vlaams belang stemmen. Dus ja. dat is wie dat ik ben. Um, waarom stem ik, ik voor Vlaams belang? Eerst en vooral uh, omdat het motto ervan, hè, eigen volk eerst, het, het, het kan niet beter. Het is, het is exact dat dat nodig is om verandering te krijgen. Als wij niet nu gaan eigen volk eerst vooraf zetten, dan, uh, dan zie ik de toekomst heel heel donker in. Ja, en misschien daarover nog, want ik krijg heel vaak die vraag, dat eigen volk, wie voor jou, wie behoort daar eigenlijk toe, of wie kan daar toe behoren? Al de Vlamingen. Ja. Al diegenen die daar hard gevochten hebben om het land te maken wie dat is. Al diegenen dat er niet meer zijn en daar hard voor gevochten hebben om het land ja. te maken tot wat dat is. Ja. Waarom is dat allemaal vooraf gegaan als we nu gewoon alle grenzen openzetten? Waarom zijn er landen als toch iedereen overal welkom is? Ja. Wat dat... Uiteraard ook niet is. Want als wij het naar daar gaan doen, wordt het niet aanvaard. Als ja. wij daar de kerken gaan zetten en in bikinis gaan rondlopen en varkensvleeswinkels gaan open doen, bij wijze van spreken, wordt het niet aanvaard. Dus waarom hier wel? Ja. Ja. Waarom, ik begrijp niet goed. Voor mij is iedereen gelijk. Ik vind u niet meer als mij. Ik vind mij niet meer als u. En andersom. En dat gaat niet over huidskleur. Dat gaat gewoon over menselijkheid. Ja. De regels zijn voor iedereen gelijk. Waarom anders? Ja. Ja. Wat daar niet mag, moet hier ook niet. En andersom. Okay. Respecteer mekaar. En ik, natuurlijk, ik zal iedereen willen helpen. Hè. Als die vluchtelingen hulp nodig hebben, dan wil ik die helpen. Hè. Maar eerst wij. Als wij goed zijn, dan hebben wij de middelen om anderen te helpen. Ja. Niet als wij in schulden leven, andere mensen er gaan bijpakken en nog dieper in schulden gaan. De, de, de logica is absurd. Het, het, ja, het slaat ja. gewoon op niks om het zo te mogen zeggen. Ja. Sophie, ik dank je zeer voor deze moedige getuigenis. Graag uh, ik wens je uiteraard uh, het allerbeste uh, voor jezelf en uh, voor je kind uiteraard. En uh, ja. ik zou zeggen mensen, dit is een verhaal zoals er zoveel zijn. Uh, wie ook een dergelijk verhaal uh, met mij wil delen, die kan dat uiteraard. Contacteer mij uh, via mijn Facebook of via mijn website www.sanvanrooy.be En uh, ik zie u graag uh, opnieuw. Sophie nogmaals bedankt. Dank u wel.